Maar het gaat hier Daar toch niet kan... om compensatie, het gaat hier om kosten voor medisch onderzoek. Nou ja, dat gaat dat, dat dus kun om je toch onderzoek... niet omslaan per hoofd van de bevolking of per hoofd van de patiëntengroep. Het gaat toch om hoeveel geld je nodig hebt om de oorzaak te vinden. Dat heeft toch niks met de aantallen te maken. Het heeft in die zin met de aantallen te maken dat dit de groep is die nu echt zit te wachten op enig perspectief. En dat dit de groep is die nu echt heel graag uh, ja, deel zou kunnen nemen aan behandelingen waarbij je gaat kijken wat er wel en wat er niet werkt. Ja. En als je dan kijkt naar de orde grootte van die groep hmm. en wat we dan nu als samenleving tegenover zeggen zetten, dan vind ik dat je kan zeggen dat is mager. Nou, Weet behalve, je, dit, dit behalve, is behalve als je zegt met 32 miljoen eh, kan ik de oorzaak vinden. Eh, dat is wat medisch onderzoek nou. kost en dat heb ik van de minister gekregen. Kijk, en daar volg ik je. Hè, als je dat zou kunnen zeggen, ja. dus ik zeg ook maak nou de maatschappelijke problematiek leidend. Kijk wat er nodig is ja. om dit soort onderzoeken te kunnen doen. Ja. Eh, bespreek dat goed ook met de mensen in kwestie hè, ja. zodat je mensen echt betrekt ja. en kijk dan of het misschien nodig is om er meer aan uit te geven. Maar ja. dit lijkt met alles wat we nu weten, echt nog maar het begin. En dan hebben we het hier alleen over het medische onderzoek. Ja. Wat wij ook zeggen is. Ja, zolang er geen begin van oplossing is. Voor een, uh, voor een succesvolle behandeling van deze mensen. zul je ze echt maatschappelijk moeten ondersteunen. En in de thuissituatie, en op het werk, en op het onderwijs. Hoe? Uh, want wat... Nou ja, wat je nu ziet bijvoorbeeld, is dat kinderen met long-covid uh, vaak niet naar school kunnen omdat ze ernstig vermoeid zijn. En dat ouders dan een beroep moeten doen op bijvoorbeeld Engelse of Amerikaanse digitale lespakketten, omdat we in Nederland daar heel weinig nog op hebben. Nou, wat we begrepen hebben, is dat onderwijs daarna aan het kijken is. En we zeggen, ja, dat moet er dus ook echt komen. Ja. En als je dat doet, hè, goede digitale lesmaterialen ontwikkelen die uh, gebruikt kunnen worden, ja. ook goede mogelijkheden voor zieke kinderen om digitaal aan de les deel te nemen. Dan, dan kunnen daar niet alleen kinderen met long COVID, maar ook kinderen met allerlei andere ziektes en klachten van profiteren.